Welkom bij Asset Management, het vier kwadranten model. Deze video is gemaakt door de corporatiestrateeg en mijn naam is Ritske Dankert. Als we kijken naar het systeem van het onroerend goed en de onroerend goedmarkt, dan zien we eigenlijk vier onderdelen daarvan. Als eerste is er uiteraard de huurmarkt, waarop vraag en aanbod op het gebied van huur en in dit geval huurwoningen tot stand komt. Dan is er de beleggingsmarkt, waarbij corporaties in dit geval investeren in vastgoed wat bestemd is voor de sociale verhuur. Dan is er de ontwikkelmarkt, waarbij nieuwbouw ontwikkeld wordt en ook renovaties worden gedaan. En dan is er nog de aanpassing van de voorraad, waartoe die ontwikkelmarkt ook weer leidt. En die aanpassing van de voorraad heeft uiteraard ook weer invloed op het aanbod op de huurmarkt. Uiteraard kun je hier ook nog externe invloeden onderscheiden en een belangrijke is wel hier op de beleggingsmarkt of eigenlijk op de corporaties en dat is de wet en regelgeving. Waarom is die nou zo belangrijk? Omdat in het onroerend goed systeem ervan uit wordt gegaan dat de beleggingsmarkt vooral wordt beïnvloed door de huurmarkt. Of er belegd wordt in vastgoed, dat hangt af of er een goede huurmarkt is. Uiteraard is dat in de sociale huisvesting ook wel voor een deel het geval. Want corporaties natuurlijk ook heel goed kijken naar de woningvraag. Tegelijkertijd zijn corporaties als toegelaten instelling ook heel erg gebonden aan regelgeving. En is dat toch ook wel een hele belangrijke die je in dit systeem eigenlijk niet kan ontbreken. Om meer inzicht te krijgen in hoe nou die onroerend goedmarkt werkt, is het vier kwadranten model opgesteld. Dat is uiteraard een relatief versimpeld model ten opzichte van de complexe werkelijkheid. En tegelijkertijd valt er ook wel over te discussiëren. Wel is het zo dat het vier kwadranten model een heel handig middel is om meer inzicht te krijgen in hoe die onroerend goedmarkt nu werkt en hoe die ook reageert op verschillende verstoringen van de markt. Hier is het kwadrantenmodel getekend. Als we kijken naar de huurmarkt, dus dat is het huidige bestand aan huurwoningen in dit geval. Nou, in deze twee blauwe lijnen kun je zien dat het aanbod op korte termijn in ieder geval altijd gelijk zal blijven op de huurmarkt. Je kunt niet binnen een week nieuwe woningen bouwen als daar vraag naar mocht zijn. En je zult ook niet zo snel binnen een paar dagen woningen gaan afstoten omdat de vraag minder wordt. Dat betekent dat de vraag naar woningen vooral afhankelijk is van het prijsniveau. Op een gegeven moment zie je hier dat dit in balans is, omdat het prijsniveau ook op dusdanig niveau is dat de vraag ook precies overeenkomt met het aanbod. Vervolgens kunnen we natuurlijk die huurprijs, die op deze as staat, ook relateren aan de prijs per vierkante meter die een belegger of een corporatie moet betalen om dat vastgoed te realiseren. Waar die twee assen bij elkaar komen, daar kun je het aanvangsrendement vinden. Want het aanvangsrendement is uiteraard afhankelijk van de investering die je doet in een complex en de huuropbrengsten die dat vervolgens oplevert. Ook hier zie je weer dat dit in dit geval in evenwicht is. Waarbij het natuurlijk zo is dat hier ook sterk de regelgeving meespeelt voor corporaties. Op de ontwikkelmarkt speelt volgens mij het aanvangsrendement van de beleggers bepaalt eigenlijk in feite hoeveel een belegger of een corporatie wil en kan uitgeven om ook op die ontwikkelmarkt daadwerkelijk vastgoed te ontwikkelen. Je ziet dat de bouwkosten, die zijn hier weer gegeven, dat die bij een heel laag aanvangsrendement, dat die zelfs nul mogen zijn, omdat het rendement eenvoudigweg te laag is om dan daadwerkelijk te gaan bouwen. Op een gegeven moment
Wanneer dat aanvangsrendement omhoog gaat, zie je ook dat hier de bouwkosten mogen stijgen van zo'n complex. En uiteraard, hoe hoger die bouwkosten mogen zijn, hoe meer er ook weer ontwikkeld kan worden. En dat staat op deze as. De hoeveelheid ontwikkelingen, hier zie je weer het evenwicht tussen de prijs per vierkante meter die een belegger of een corporatie kan uitgeven om een gebouw te realiseren en de bouwkosten die dat met zich meebrengt. Dat leidt tot een bepaalde hoeveelheid ontwikkeling in vierkante meters op woningoppervlakte. En je ziet dan in het vierde kwadrant dat dat leidt tot een bepaalde toevoeging aan, of in ieder geval een verandering in de hoeveelheid woningen dat wordt aangeboden. Dus hier gaat het over slopen en conversie. Hier zie je ook weer dat evenwicht en dat leidt uiteraard tot hier een bepaald aanbod aan woningen. Als je zo naar het vierkwadrantenmodel kijkt en dus naar, naar de onroerend goedmarkt, dan zie je dat, dat die markt tendeert naar evenwicht, steeds probeert weer dat evenwicht te vinden. Maar het wordt uiteraard ook voortdurend verstoord door allerlei externe factoren. Daardoor is dat systeem in de praktijk eigenlijk nooit zo mooi in evenwicht zoals het hier getekend is. Maar altijd min of meer onderweg naar die evenwichtssituatie toe, tot het weer opnieuw verstoord wordt. Een voorbeeld van het vierkwadrantenmodel, de toepassing daarvan, zien we hier. Dit is een situatie waar om externe redenen het aanvangsrendement van beleggers, van corporaties in dit geval, zou kunnen dalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat er een drang is naar minder risico. We zien dat als het aanvangsrendement, als dat minder mag worden, dat betekent dus dat je meer bij een gelijkblijvende huurprijs meer kunt investeren aan de voorkant. Je hebt dezelfde huuropbrengsten, maar het rendement wat je wilt maken ligt lager. Dat betekent dus dat er meer ruimte is om te investeren in dat vastgoed. Dat betekent dus dat de prijs per vierkante meter, dat die hier is dat weergegeven, dat die omhoog kan. Op de ontwikkelmarkt betekent dat dat de bouwkosten ook omhoog kunnen en dat er dus meer ontwikkeld zal worden. Vervolgens zie je dus in het vierde kwadrant dat dus die toevoeging plaatsvindt en dat heeft invloed op de huurmarkt, omdat ook daar het aanbod verschuift van deze lijn naar deze lijn. Er komt meer aanbod. Op het moment dat er meer aanbod komt, dan zal ook weer de vraag daarop reageren. Of in ieder geval bij een gelijkblijvende vraag zal de huurprijzen zullen iets omlaag gaan. Die waren hier en die zullen nu iets lager liggen, omdat ze hier weer in evenwicht komen met dat aanbod. Op het moment dat die huurprijzen iets lager komen te liggen, zie je ook dat het rendement weer iets verschuift. De prijs per vierkante meter kan dan ook weer iets lager liggen, omdat de huurprijzen wat lager liggen. En dat betekent dat in tweede instantie door de initiële daling van het aanvangsrendement de prijzen ook weer iets zullen dalen in P2. Zo zie je dat het vierkwadrantenmodel een model is waarbij gezegd wordt die vastgoedmarkt die wordt uiteraard steeds beïnvloed door externe factoren, in dit geval daling van het aanvangsrendement, maar die markt die probeert steeds weer in evenwicht te komen. Tot zover deze introductie over het vierkwadrantenmodel, een model dat op een theoretische manier probeert om de complexe werkelijkheid van de onroerend goedmarkt terug te brengen tot één overzichtelijke figuur. Wil je meer relevante informatie ontvangen over coöperatiestrategie, meld je dan aan voor ons digitale magazine. Dat kan door rechtsboven in deze video op de link te klikken.